Dag allemaal, mijn naam is Patrick Verschuren en in deze lezing zou ik jullie wegwijs willen maken in de meest recente Europese aanbevelingen voor de medicamenteuze aanpak van reumatoïde artritis. De aanbevelingen voor reumatoïde artritis worden sinds jaren door EULAR, een EULAR-comité eigenlijk, bekeken op basis van literatuurgegevens en expert opinion, dat wil zeggen de expertise van de respectievelijke reumatologen die samen zitten om deze aanbevelingen samen te stellen. De meest recente aanbeveling dateert van 2022. En ik was daar zelf ook bij betrokken, dus ik denk dat ik er wel iets meer van kan vertellen. Zo'n aanbevelingen starten uiteraard altijd met een omschrijving van het kader waarbinnen medicamenten moeten worden toegediend. Want het gaat over veel meer dan het toepassen van het bestaande arsenaal in de dagelijkse praktijk. Het gaat ook over de omstandigheden waarin de geneesmiddelen worden gebruikt en wat de voorwaarden zijn om op een efficiënte manier aan zorgverlening te kunnen doen. En niet toevallig worden er aanvankelijk dus ook overkoepelende principes vooropgesteld die belangrijk zijn om in acht te nemen bij het gebruik van geneesmiddelen. En de eerste van die overkoepelende principes is dat de behandeling van patiënten met reumatoïde artritis moet gericht zijn op de beste zorg. Dat lijkt voor zich te spreken, maar ook gebaseerd zijn op een gedeelde beslissing tussen de patiënt en de reumatoloog. Met andere woorden, er wordt eigenlijk aanbevolen om de dialoog aan te gaan tussen patiënt en reumatoloog alvorens een beslissing te nemen naar therapie toe. En misschien is dit voor jullie niet zo een evidente kwestie en is dat in de praktijk ook nog niet altijd zo succesvol toegepast. Want die gedeelde besluitvorming hangt natuurlijk voor een groot stuk af van de mate waarin een patiënt en uiteraard ook een arts openstaat voor dat type van besluitvorming. Er zijn patiënten die meer de neiging hebben van het aan hun dokter over te laten en zich eigenlijk eerder passief opstellen in de besluitvorming. En er zijn andere patiënten die heel goed op de hoogte zijn en heel graag mee beslissen. Uiteraard hangt het ook af van de attitude van de arts. Maar de dag van vandaag wordt in elk geval aanbevolen aan artsen om zich open te stellen voor de discussie met patiënten. En ik denk dat om dat goed te kunnen doen, dat patiënten eigenlijk ook best op de hoogte zijn van alle laatste aanbevelingen wat betreft medicamenten, zoveel als mogelijk. Uiteraard dienen zij ook een beroep te doen en doen zij ook een beroep op de expertise van de reumatoloog en andere zorgverleners. Maar een goed geïnformeerd patiënt is uiteraard een betere gesprekspartner wanneer het gaat om gedeelde besluitvorming. Naast dit belangrijke overkoepelende principe wordt ook aanbevolen de behandelingsbeslissingen voor reumatoïde artritis te laten afwegen op basis van de aanwezigheid van ziekteactiviteit. Uiteraard ook eventuele risico's, met andere woorden veiligheidsaspecten van het gebruik van medicamenten. En ook andere aan patiëntspecifiek gerelateerde aspecten, zoals de aanwezigheid van andere aandoeningen en eventueel de mate waarin de aandoening progressief verloopt, dat er eventuele beschadiging aan gewrichten zou opgetreden zijn over de jaren heen. Het zijn elementen die zelf vanzelfsprekend moeten meegenomen worden in de besluitvorming rond wat de meest ideale therapie is. Misschien niet onbelangrijk, en u zou kunnen zeggen, ja, een soort van protectieve actie van de reumatologen zelf, is dat naar voren wordt geschoven dat de reumatologen de specialisten zijn in het kiezen van de optimale therapie voor patiënten met reumatoïde artritis. Ik denk dat het ook wel belangrijk is van u te realiseren dat daar een zekere expertise voor nodig is, dat mensen zich daar moeten in inlezen en helemaal mee moeten zijn met het verhaal. In België is het ook, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, zo dat het gebruik van bepaalde geneesmiddelen onderhevig is aan een voorschrift van een reumatoloog, omdat wettelijk bepaald is dat enkel reumatologen dergelijke geneesmiddelen mogen voorschrijven. Nu, niet onbelangrijk is ook dat patiënten toegang dienen te hebben tot meerdere geneesmiddelen. Dat is omdat in sommige gevallen er meerdere geneesmiddelen moeten getest worden alvorens patiënten tot een optimale therapie komen. Er zijn nu eenmaal heel grote verschillen in de pathofysiologische achtergronden of de ziekteachtergronden van individuele patiënten. Het is een wat wij noemen heterogene ziekte, reumatoïde artritis. En bij de ene mens zal medicament X beter werken en bij de andere persoon zal dat eerder medicament Y zijn. Dat betekent dat zoveel mogelijk alle beschikbare medicatie zou moeten ter beschikking gesteld worden van
personen met reumatoïde artritis. Niet dat men per definitie al die medicamenten aan een sneltreinvaart moet gaan uitproberen, maar dat er minstens een zekere logica kan gehanteerd worden in het omschakelen naar geneesmiddelen met een ander mechanisme van werking, wanneer blijkt dat bepaalde therapieën onvoldoende werkzaam zijn. En dus het is helemaal niet zo ongewoon dat in de loop van het verloop van een ziekte men al eens het geweer van schouder moet veranderen en dat meerdere opeenvolgende therapieën moeten uitgeprobeerd worden. Uit ondervinding weten we dat dit ook natuurlijk een beetje van persoon tot persoon verschilt en dat het ook wel afhankelijk kan zijn van de aanloop die mensen hebben genomen, in welke mate hun ziekte snel is behandeld en kordaat is behandeld, of er meer nood aan switchen van de ene op de andere therapie nodig blijkt te zijn. Nu, het is wel wat, de beschikbare geneesmiddelen voor reumatoïde artritis. We hebben in zekere zin de luxe dat we kunnen beschikken over een heel arsenaal van medicamenten. Te beginnen met klassieke antireumatica, zoals ledertrexaat, methotrexaat, ARAVA en salazopurine, plakkeneel in mindere mate. Dat zijn allemaal wat wij noemen klassieke antireumatische geneesmiddelen. En dan de zogenaamde biologicals. Dat zijn de nieuwere generatie geneesmiddelen die allemaal stuk voor stuk vrij gesofisticeerde producten zijn die niet anders zijn dan biogesynthetiseerde eiwitten die op een heel gesofisticeerde manier worden aangemaakt en allerhande heel specifieke stoffen in het ontstekingsproces treffen, waaronder TNF-alpha, IL-6, maar ook specifieke celpopulaties zoals T-cellen en B-cellen. En sedert enkele jaren hebben we daar bovenop ook nog gerichte synthetische ziektemodificerende middelen. En dat zijn de dag van vandaag vooral JAK-inhibitoren zoals Xeliant, Olumiant, Rinvoq en Jyseleca. Dat zijn de vier die we de dag van vandaag ter beschikking hebben. U kunt zich voorstellen dat het belangrijk is van daar een zekere logica in te hanteren als al die medicamenten ter onze beschikking staan. En uiteraard wordt die logica gedicteerd door een aantal basisprincipes, waaronder veiligheid, maar ook kosten van medicamenten. En daar zal uiteraard verder rekening mee gehouden worden bij het opstellen van de adviezen van de Europese Reumatologenvereniging. Dus dat tot nu toe zijn de overkoepelende principes, maar er is ook nog een laatste overkoepelend principe en dat gaat inderdaad over de hoge individuele medische en maatschappelijke kosten die een ziekte zoals reumatoïde artritis met zich mee kan brengen, wat maakt dat er natuurlijk ook op een verantwoorde manier moet omgegaan worden met de beschikbare middelen. En dat ook reumatologen geacht worden daar rekening mee te houden. Wij kunnen jammer genoeg niet iedere patiënt met gelijk welk een geneesmiddel behandelen, simpelweg omdat die geneesmiddelen te duur zijn en zeker die nieuwe generatie van geneesmiddelen, waaronder de biologicals en de targeted synthetic antireumatica, de zogenaamde JAK-inhibitoren, zijn heel dure geneesmiddelen waar uiteraard ook moet rekening mee gehouden worden bij de selectie van patiënten. En dat maakt dat we in vele gevallen de meer ernstige situaties gebruik maken van dat type van medicatie. Nu, om dan verder in te zoomen op de aanbevelingen, zullen we ze stuk voor stuk eens even overlopen. Het zijn er 11. En de eerste aanbeveling is dat de behandeling met antireumatica, de disease modifying antirheumatic drugs of zogenaamde DMARDs, moet gestart worden zodra de diagnose van reumatoïde artritis is gesteld. Dat wil eigenlijk zeggen dat je reumatoïde artritis ook serieus moet pakken en rap snel tot de actie moet overgaan met geneesmiddelen die naar de wortel van het probleem gaan. Dat is op dit ogenblik al sinds jaar en dag aanbeveling nummer 1. Dat is niet meer veranderd over vele jaren al. Tweede is dat de behandeling moet gericht zijn op het bereiken van een aanhoudende remissie of lage ziekteactiviteit. En wat houdt dat in? Dat is eigenlijk dat de ziekte nauwelijks nog enig teken van klinische activiteit vertoont. Met andere woorden, dat de patiënt nagenoeg klachtenvrij is. Dat er ook geen zichtbare zwellingen of ontstekingen meer zijn. En in het ideale geval ook geen afwijkingen op foto's of op bloedtesten te zien zijn. Dat is waar we naar streven. Uiteraard is dat een doelstelling die we zoveel mogelijk proberen te bereiken. Maar in sommige gevallen moeten we ons tevreden stellen met een lage ziekteactiviteit. Dat wil zeggen dat er een zekere tolerantie moet zijn voor ontsteking in zoverre de gebruik van medicamenten eventueel te veel neveneffecten of complicaties zou teweegbrengen. Gelukkig kunnen we zeggen dat veel mensen remissie halen tegenwoordig. Een volgend principe of een volgende aanbeveling is dat in geval van actieve ziekte patiënten regelmatig moeten gezien worden en geëvalueerd worden. Dat is om de 1 à 3 maanden. Dat wil zeggen dat na verloop van tijd, naar gelang dat de ziekte verder beter onder controle kan
komen, dat er dan wat meer spreiding kan zitten in de controles. En uiteindelijk is het de bedoeling dat als na 3 maanden de medicatie nog onvoldoende verbetering heeft gegeven, men het op een ander front zal zoeken, dat men een ander soort geneesmiddel zal starten. Dus mocht er nog geen verbetering zichtbaar zijn en als er na 6 maanden geen voldoende definitieve controle is bekomen, dan is het duidelijk dat er zal moeten overgeschakeld worden naar een ander geneesmiddel. Andere aanbeveling, nummer 4, is dat methotrexaat nog altijd tot op de dag van vandaag wat wij noemen het ankerdrug is, met andere woorden de basis is en de eerste behandelstrategie. We zeggen als eerste keuze, ziektemodificerend middel wordt methotrexaat ingeschakeld. Tenzij daar op een bepaald ogenblik een tegenaanwijzing voor zou zijn, en dat brengt ons meteen tot aanbeveling 5, dat als er een contraindicatie is, er eventueel kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde geneesmiddelen leflunomide en sulfasalazine, dat is Arava en salazopurine, ter vervanging van methotrexaat. Maar evengoed geldt het principe dat zo snel mogelijk dergelijke middelen moeten gestart worden eens die diagnose gesteld is. Zesde aanbeveling omvat het gebruik van cortisone en daar is eigenlijk tot op de dag van vandaag een vrij grote consensus over binnen het comité dat de richtlijnen voor de behandeling van reumatoïde artritis heeft samengesteld. Weliswaar is iedereen het erover eens dat cortisone best voor een korte periode wordt gegeven, maar de doelstelling is van een soort overbrugging te voorzien in afwachting van het effect van de traagwerkende antireumatica van de klassieke soort zoals methotrexaat, leflunomide en salazopurine er zijn. De bedoeling is dat de cortisone dus zo snel als klinisch haalbaar wordt afgebouwd en ook gestaakt wordt. Dat wil zeggen in de regel na een 3-4 maanden, in het slechtste geval na 6 maanden in functie van de nood. En dat betekent dat die cortisone ook nadien niet meer als een doekje voor het bloeden mag gelden voor resterende ziekteactiviteit, maar dat men voldoende consequent moet de behandeling aanpassen in functie van de nood. En dat brengt ons tot de volgende aanbeveling, dat is als het behandelingsdoel niet wordt bereikt met de eerste DMARD-strategie, en het gaat in vele gevallen zijn methotrexaat in combinatie met cortisone, men eigenlijk best ook escaleert naar andere antirheumatica of eventueel andere antirheumatica associeert. Dus in principe gaat het dan over het bijstarten van een ander geneesmiddel bij methotrexaat. Als er patiënt eigenlijk niet al te slechte prognostische factoren heeft, dat wil zeggen geen heel hoge ziekteactiviteit heeft, geen beschadiging aan de gewrichten heeft en geen torenhoge reumafactoren in het bloed, dan kan men zich soms permitteren om een klassiek geneesmiddel te associëren aan methotrexaat, zoals bijvoorbeeld Arava. Dat is trouwens ook wat in België door de terugbetalingsvoorwaarden wordt vereist. Men mag in België niet zomaar overschakelen op een ander soort van geneesmiddelen dan de klassieke antirheumatica, tenzij men 2 klassieke antirheumatica heeft geprobeerd. Nu, Eulaar zegt dat wanneer het behandeldoel niet wordt bereikt met zo'n eerste behandelstrategie met klassieke antirheumatica, in casu methotrexaat, dat men eigenlijk wel degelijk kan overschakelen op een biological of eventueel een JAK-inhibitor, indien er slechte prognostische factoren aanwezig zijn. En dan heb ik het weer over diezelfde factoren, zoals het hebben van een hoge ziekteactiviteit, het hebben van erosieve afwijkingen, dat wil zeggen beschadigingen aan de gewrichten, al vrij snel in het ziekteproces, en het aanwezig zijn van hoge reumafactortitels. Dat zijn elementen die kunnen voor Eulaar dan een criterium zijn om een biological DMARD te kunnen starten, zoals een TNF-blokker of zo. JAK-inhibitoren nemen een heel speciale plaats in hierin. Die staan min of meer op dezelfde lijn als die biological DMARDs. Dat zijn die nieuwe geneesmiddelen die oraal worden toegediend trouwens en die dus synthetische geneesmiddelen zijn in tegenstelling tot de biologicals die eiwitten zijn. Die JAK-inhibitoren kunnen zeker overwogen worden, maar er is de voorbije jaren wat evidentie gerezen dat men in bepaalde populaties van patiënten wat moet opletten voor neveneffecten, bijzonderlijk dan cardiovasculaire neveneffecten, maar ook oncologische neveneffecten, met andere woorden kankerrisico dat daarbij bestaat. En dat is bijzonderlijk het geval bij patiënten die 65 plus zijn, dus een zekere leeftijd hebben, en die risicofactoren hebben voor cardiovasculair lijden. Dat omvat bijvoorbeeld
roken, het hebben doorgemaakt van een hartinfarct of andere cardiovasculaire risicofactoren. In die patiëntenpopulatie wordt het gebruik van dergelijke JAK-inhibitoren wel eerder afgeraden, tenzij er geen goed alternatief is voor dit type van geneesmiddel. Nu, het is ook zo dat in de negende aanbeveling van Eulard wordt aanbevolen dat zowel de klassieke biologische antirheumatica en de targeted synthetic antirheumatica, dus de JAK-inhibitoren, best gecombineerd worden met klassieke antirheumatica. En dus in die zin dat de werkzaamheid van al die producten, die nieuwe generatie producten, in de praktijk en in studies toch wel duidelijk beter is gebleken of meer impressionant is gebleken wanneer men dat combineert met een klassiek geneesmiddel. Er zijn een aantal uitzonderingen. IL-6-inhibitoren zoals tocilizumab, dat is Roactemra, en of sarilumab, dat is Kevzara. Dat zijn geneesmiddelen waarvan we weten dat ze soms wel even goed werken wanneer ze niet gecombineerd worden met klassieke medicamenten zoals methotrexaat. En ook voor de JAK-inhibitoren zijn er aanwijzingen dat die even goed kunnen werken wanneer ze in zogenaamde monotherapie worden gebruikt. Dat wil zeggen zonder ze te combineren met klassieke antirheumatica. Dat is een principe dat in de praktijk soms moet verlaten worden omdat nogal wat mensen neveneffecten hebben op die klassieke antirheumatica zoals methotrexaat en dergelijke. En gelukkig is het zo dat in vele gevallen mensen ook in die omstandigheden het goed blijven doen. Maar er kan een verlies van effect zijn wanneer men noodgedwongen omwille van toxiciteit die medicamenten moet stoppen. Er kan een verlies van effect zijn van de biological of de targeted synthetic DMARD, de JAK-inhibitor. De tiende aanbeveling is dat wanneer een behandeling met een klassieke, met een biological of met een targeted synthetic DMARD niet meer voldoende blijkt te zijn, dat er dan moet geswitcht worden naar een andere vorm van therapie. Er kan daarbij in de eerste plaats gedacht worden aan het geven van een geneesmiddel met een compleet ander mechanisme van werking, omdat dat de meeste kans of de beste kansen op succes biedt wanneer een bepaald geneesmiddel heeft gefaald. Maar er zijn toch ook wel aanwijzingen dat bijvoorbeeld TNF-blokkers en IL-6-inhibitoren, wat een heel specifieke vorm van biologicals zijn, dat die kunnen vervangen worden door een geneesmiddel van dezelfde soort. Dus een TNF-blokker kan vervangen worden door een TNF-blokker en een IL-6-blokker kan vervangen worden door een andere IL-6-blokker van een andere soort met een, laten we zeggen, behoorlijke kans op slagen. En daarom zijn dat mogelijke therapeutische opties ook in die gevallen. Tot slot is er nog een laatste aanbeveling van Eulard, waarbij men stelt dat natuurlijk de bedoeling moet zijn van wanneer patiënten starten met corticoïden, die ook op zo kort mogelijke termijn moeten gestaakt worden. En wanneer patiënten die medicamenten hebben kunnen staken en lange tijd in een goede ziektecontrolestatus verblijven, dat men dan een dosisverlaging van de geneesmiddelen kan doorvoeren. En men gaat daarbij zowel de verlaging van de dosis van de klassieke antirheumatica als van de biologicals of de target synthetic DMARDs overwegen. En de ervaring leert dat dat eigenlijk ook in de meeste gevallen succesvol kan zijn. En mocht er bij een dosisverlaging van bijvoorbeeld een biological een recidief optreden, dat men heel snel eigenlijk het effect van die medicatie kan terugwinnen door de oorspronkelijke dosis te starten. Dus daar zijn ook heel weinig risico's aan verbonden. Om nog even samen te vatten, de eerste fase van de behandeling, dus de initiële behandeling, omvat eigenlijk in ideale wereld de combinatie van methotrexaat met een kortdurende behandeling met glucocorticoïden, met cortisone, best zo snel mogelijk te stoppen nadat de andere geneesmiddelen, de methotrexaat, voldoende effect hebben. Dus in de praktijk komt dat meestal neer op 3-4 maanden therapie met cortisone om dan te stoppen. Wanneer er een contraindicatie is voor methotrexaat, kan er gebruik gemaakt worden van leflunomide of sulfasalazine, dat is Arava of salazopyrine. In principe verwachten we dan binnen de 3 maanden toch een teken van verbetering. Als die verbetering er niet is, moet je het geneesmiddel in vraag stellen.
Het hoeft nog niet perfect te zijn, maar tegen 6 maanden na de start van zo'n behandelstrategie zou eigenlijk voldoende verbetering moeten zijn opgetreden. Dus idealiter een staat van remissie bereikt zijn, optimale controle of eventueel in een later stadium van de ziekte lage ziekteactiviteit. Als dat het geval is, kan je doorgaan met de bestaande strategie en mag je zelfs na verloop van tijd overwegen de dosis van die geneesmiddelen te reduceren, zeker als de cortisonetherapie die je als overbrugging gebruikt hebt voldoende efficiënt is kunnen afgebouwd worden en als de ziekte daarna gedurende enkele maanden nog goed onder controle blijft. Indien er onvoldoende verbetering is met deze strategie van methotrexaat in combinatie of een andere klassieke antirheumaticum in combinatie met cortisone, dan hangt het een beetje af of je een profiel hebt met slechte prognostische factoren of niet. In de praktijk komt het er in België op neer dat we ten allen tijde in die omstandigheid kiezen voor het veranderen van klassieke DMARD of een andere klassieke DMARD te associëren. Dat is dan in casu leflunomide of sulfasalazine, salazoperine. In principe is het in die omstandigheid, als de prognostische factoren niet goed zijn, ook mogelijk volgens Euler om een biological te starten en eventueel een JAK-inhibitor, wat dus die target synthetic DMARDs zijn. Zo'n therapieën zijn zeker heel efficiënt om de ziekte alsnog onder controle te brengen, maar niet in alle gevallen nodig in onze ervaring. We hebben ook wel regelmatig goede successen met de combinatie van klassieke antirheumatica en hoeven niet altijd naar biologicals te gaan in die setting. Ook hier weer hetzelfde principe. Als er voldoende verbetering is, na 3 maanden zijn we tevreden. Tenminste, er moet een overtuigende neiging tot verbetering zijn. Maar na 6 maanden zouden we echt onze doelstelling van remissie of minstens lage ziekteactiviteit hebben bereikt om te kunnen besluiten dat het geneesmiddel kan verder gezet worden omdat het efficiënt genoeg is daarvoor. Ook in die fase zal na verloop van tijd dan overwogen worden om dosissen te reduceren of eventueel de intervallen tussen biologicals te spreiden, wat een alternatieve methode is om de dosis te reduceren van biologicals. En in een fase 3, indien zo'n biological of een targeted synthetic DMARD, dus een JAK-inhibitor, onvoldoende effect zou hebben na 3 maanden, of helemaal niet het gewenste resultaat oplevert na 6 maanden, dan wordt er verwacht dat we die medicatie zouden veranderen, bijvoorbeeld door een biological te geven met een ander mechanisme van werking, of eventueel een JAK-inhibitor of een andere JAK-inhibitor te geven in geval van nood. Ook hier weer bij voldoende efficiëntie kan er afgebouwd worden, zoals we altijd opnieuw zullen doen, met de bedoeling van een goede balans te hebben tussen voor- en nadelen van geneesmiddelen. En hopelijk kunnen we hiermee de behandeling van reumatoïde artritis succesvol voortzetten. Ik hoop dat ik jullie een klein beetje met deze uiteenzetting over de aanbevelingen van Euler voor de behandeling van reumatoïde artritis met antirheumatica wat meer wegwijs heb gemaakt in hoe je met medicamenten omgaat en wat de omstandigheden zijn waarin medicamenten gebruikt worden. En de bedoeling is in elk geval om jullie wat beter te informeren, zodanig dat er inderdaad ook mogelijkheid is voor patiënten om deel te nemen aan de gedeelde besluitvorming. Ik dank u alvast voor jullie aandacht. Tot ziens.